Maakt een bodycount uit voor een jongen? Wat is het moment dat je weet dat je een meisje echt heel leuk vindt? Is het normaal dat jongens twijfels hebben aan een relatie? Wat zou je doen als je vrienden je vriendin niet mogen? Hallo allemaal, welkom weer bij een mukbang! Morgen. Lang geleden, voor mij ook. Ik heb echt de hele tijd geen mukbangs gefilmd. Spijt me, ik ga het weer vaker doen. Ik had dus een keer mijn auto aan het staan met mijn lichten. Ja, accu leeg. Accu leeg. Ja, zeker. Klassiekertje. Tijdens een mukbang. Oh, je hebt het voor keer al. Nou, ja, we hebben lekker eten. Trekje, ja, we hebben zo. Het is echt bijna 8:30 of zo. En we hebben fucking lekker pasta besteld. In ieder geval, het schijnt heel lekker te zijn. Niet meer, en hè? Kun je dat nog? Oh, die auto begon te praten. Het spijt me. Dat is helaas niet gelukt. Zo, dit is wel. Het is echt. Nee, maar niet gaan lopen, nee. Oh, ik moet even laten zien hoor. Taart, hoor. Ik heb pasta saus met funji kip of zo. Ja, ik heb gamba's met een grote kiplap erop. Ja, geweldig. Maar hij zit wel echt flink onder. Momentje, je bent je telefoon vergeten. Nou, dat ding blijft me nou horen. Ze zeggen, je kan er echt wel 2 dagen van eten bijna. Maar ja. Nou, die gaan we gewoon 1 keer naar binnen houden, hoor. Ja. Jezus, wat is er allemaal aan de hand, man? We zijn in de ghetto. Oké, ik ga nu ook proberen te openen. Hij is wel echt mega lekker. Ja? Oké. En we gaan dus ondertussen weer lekker vragen beantwoorden. Voor de mensen die misschien niet daarvoor gegeven. We hebben 2 keer vaker een video opgenomen. Maar Thijs is mijn neef. En we hebben vaker mukbangs opgenomen. Allemaal helemaal gezellig, leuk. Hoi, hoi. En we hebben jullie weer vragen gesteld. Nou, dat ging best goed, toch? Het ging nog best goed, ja. Hij is ook wel, volgens mij zit er al een klein beetje kaas op, hoor. Ja? Zo. Echt een mokerbeker. Ja, ik heb een soort tomatencream saus. Ik heb lekker granalen met krachten, maar gewoon een emmer. Zo, dit is warm. Ja, dat is niet normaal, hoor. Je mag hem neerzetten. Even een vraagje erbij pakken. Ja. Helemaal leuk, helemaal leuk. En ik heb dus vragen gesteld die je normaal als meid niet direct aan een jongen durft te vragen, zeg maar. Wat zou je doen als je vrienden je vriendin niet mogen? Ik ben nu single, dus vorige keer had je een relatie. Ja. Toch? Ja, nou ik moet zeggen dat ik denk dat het met de tijd wel een beetje groeit. Ja. Want bij mij was het een beetje hetzelfde. Althans, ja. Ja, ze mocht. Je wordt natuurlijk een beetje gekaapt om het zo maar te zeggen. Ja, het voelt als een soort concurrentie. Ja, soort maar joh, neem er gewoon zoveel mogelijk mee. Zien ze hoe leuk ja, dan zien ze vast wel hoe leuk ze is en waar ik ervoor gevallen ben. En als ze een beetje in de groep geïntegreerd raakt, dan kan ze ook gewoon elk weekend gewoon mee. Dus jij zegt gewoon een beetje scheid hebben, gewoon meenemen naar feestjes. Ja, natuurlijk. Kijk, als je iemand heel leuk vindt, ja. Dus krijg je een matenvriendin en vind jij weer niks. Ja, hoe ga je er dan zelf mee om? Ik kan er heel veel over zeggen. Nee. Ja, tenzij zij echt helemaal gek is. Ja, of dat je echt ziet dat ze een slechte invloed hebben of zo op elkaar. Bijvoorbeeld. Dan zeg je wel eens of alleen maar lopen te ruzien. Ja, dat is ook niet leuk. Ja, maar maat, ik weet niet hoeveel kaas hierop douwen. Maar echt zo! Moet eens kijken, van een hele plark. Nou. Wat? Ik heb dat niet hoor. Jezus. Een aardig apparaatje wegsmijten. Jij ja, nog met je grote mond. Nou, dan ga je wel op hoor. Dan gaan we wel op. Heel heet. Wat zou je doen als je echt totaal geen klik hebt met je schoonfamilie? Mag ik eens een hapje van jou proeven? Ja. Nee, dat heb ik niet gehad. Nee, maar stel je haat echt je. Of hun haten jou en je merkt dat je echt niet welkom bent. Zo, morgen. Ja, ik moet hem even afchoppen. Het is een beetje warm hier. Ja, het is een beetje warm. Nee, zo. Zo, wel lekker. Oeh. Ja, ik zou het gewoon. Ik heb dat nooit gehad, joh. Kijk, je hebt geen relatie met je schoonfamilie. Nee. Het is een fucking leuk extra als het er is. Maar eindstand ga je waarschijnlijk met je partner samenwonen en. Dan praat gewoon over met je vriendin als het je echt dwars zit of je vriend. Ja. En zeg gewoon, joh, ik voel me niet welkom of weet ik veel wat. Misschien kan je vriend of vriendin wat voor je regelen of zo. Mm-hmm. Ik bedoel, als het goed is, is je schoonfamilie ook gewoon volwassen mensen. Je hoeft niet beste vrienden met iemand te worden, maar je kan wel gewoon normaal. Nee, het is ook 9 van de 10 keer dat er niet. Nou ja, goed, kijk, kan dat wat gebeurd zijn. Ja. Die word je gewoon knijterdik van. Ja, deze is gelukkig. Het is wel heel lekker hoor, maar niet. Bij jou proef je ook gewoon alleen maar kaas. Stanse schoonfamilie dan een beetje. Mm-hmm. Ja. Stanse vader leuker dan stanse. Stanse familie. Jij zegt Stanse schoonfamilie. Nee. Oh. Jij zegt Stanse schoonfamilie, dat zijn mijn ouders. Ja, die mag ik niet. Nee. Jezus, wat is er gebeurd? Het is echt iets heftigs hoor. Zijn je van de trap gevallen? Maar nee, ik heb echt een fucking goede band met mijn schoonfamilie. Echt heel, heel chill. Ik kom daar echt meer als thuis. Ik ben altijd. Jij weet gewoon niet wat je bedoelt. Nee, jongen. Hier komen mensen hier ook. Ja, ik ben echt meer bij Stan thuis als bij mijn ouders. Ik vind het zo geweldig daar, zo chill. Hoezo vindt Stan Art Mind Gallery niet flexie dan? Jawel, maar hij woont nog thuis. En ik woon op mezelf, dus als hij naar mij gaat, dan zijn we samen in Amsterdam. En Amsterdam is gewoon chill. Ja, en hij woont nog thuis, dus dan ben ik wel vaak bij hem. En als ik in Nieuwkoop ben, dan ben ik eigenlijk gewoon altijd bij hem, want dat is ook gewoon in Nieuwkoop. Zo gewoon chiller. Ja, mooi chef, hier, dikke bas. Ik denk die zal versnijden. Ja. Dat is ook echt 25 euro, hè, deze bak. Ja, helemaal is het onder.
Ja, het staat helemaal nergens op. Ja, wat je zou doen als je geen goede klik hebt, zou je gewoon het beste van proberen te maken. Zo. Ik denk dat ze sowieso zou spelen via mijn vriend of vriendin. Dat hij misschien wat invloed op kan krijgen of zo. Of tegen je ouders kan zeggen dat het niet lekker is. Nee, ik neem aan dat alles wel uitgepraat kan worden. Tenzij je echt een voorval hebt gehad dat het niet meer goed komt. En je hoeft ook niet, kijk, ja, het is heel leuk als je een goede band hebben, maar het is niet per se nodig of zo. Het is wel makkelijk natuurlijk. Nou, Mensen, leuk dan. Wel lekker is het, vind ik. Nou, ik weet niet of het... ik vind het jou wel lekker ook, hoor. Ja, is knijter lekker. Wat vind je echt een afknapper? Als je zeg maar, noem uiterlijk en innerlijk. Als iemand gewoon heel onverzorgd is. Iemand heeft een hele grote mond. Ja? Ja, kan ik ook soort echt zo'n paardenbek. Ja, maar gewoon, nee, niet, niet een grote mond. Nee. Oh, ik dacht... Nee, gewoon... gewoon asociaal in ja, de grote... Ja, dat vind ik echt verschrikkelijk. Ja, snap ik. Mensen die ook niet zo ambitieus zijn, dus die niet door willen met hun leden. Ja, ik wel denk ik het wel best. Beetje lui of zo. Ja, lui, laks. Goed, kan ik zelf ook wel zijn op een zondag. Vertel me dat, heerlijk. Maar... Nee, maar ik bedoel, je hebt wel gewoon ambities in het leven. Nou, gewoon wel, je wil wel door. Niet blijven hangen. Nee. En inderdaad, toch. Is het ook belangrijk dat je gewoon een goede relatie hebt. Met je ouders en een goede vriendengroep hebt. Ik vind dat wel gezellig, althans. Ik kan er dat wel van genieten als je met een vriendengroep aan vriend of vriendin. Dus dat het leventje een beetje op elkaar klikt. Ja, dat het gewoon op elkaar aanloopt, dat is gewoon leuk. En je moet het ook gewoon aanvoelen. Hè? Maar gewoon als het gaat om uiterlijke gewoon verzorging, lekker ruiken. Lekker ruiken vind ik sowieso heel belangrijk. Wat vind je, wat voor soort parfum vind je lekker? Is een beetje zoet of wat zwaarder? Ja, ik hou wel een beetje van fris. Maar het mag gewoon een klein beetje zoet. Klein beetje zoet zijn. Maar niet te. Niet te. Nee, ik vind als het te overheerst dan... Ja, echt zo'n soort snoepwinkel. Nee, dat is niet lekker. Nee. Het is lekker als iemand bij je slaapt en je ruikt op de kist. Ja. Dat is prima. Ja, dat is lekker, dat hè? Is goed, ja. Dat je denkt, oh, geen ruikje. Zeg maar even helemaal onder te dweilen. Oh, wat erg. Sorry. Ja, ik vind zelf ook respect en gewoon de manier hoe je met mensen omgaat, hoe je met mensen communiceert en praat. Dat vind ik zo belangrijk. Als iemand echt heel brutaal is en heel onaardig en helemaal geen respect heeft, dan denk ik echt meteen, jij bent afgeschreven van mij. Ik kan echt niet. De mazzel, nee, ik heb het ook geen zin. Maar dat kon ik ook wel heel erg door zijn opvoeding, hoor. Ja, dat hebben we natuurlijk heel erg meegekregen, dus dan is dat ook wel belangrijk. Zeker. Sorry, maar ik neem happen, maar het lijkt me net of er niks uitgaat. Nee, bij mij ook niet. Een eindige bodem. Ga je nog 3 dagen van eten. Maakt een bodycount uit voor een jongen? Je kan er op twee manieren over nadenken. Ja. Als een meisje een lage bodycount heeft, je bent de eerste of de tweede, dan is dat natuurlijk super. Maar aan de andere kant kan je ook zo denken. Als ze dus maar 1 of 2 personen heeft gehad. Maar hoezo zou dat, vind je dat per se super? Nou, zo zou ik het niet zeggen. Wacht, ik begin opnieuw. Ja. Dat bedoel ik, het is op het moment dat een meisje een lage bodycount heeft, of dus gewoon misschien 1 of 2 meiden heeft gedaan, of jongens heeft gedaan. Ja. Dan natuurlijk, ik snap dat sommige jongens dat dan aantrekkelijk vinden. Alleen, je hebt dan wel weer snel de kans dat ze, stel ze doet wat met jou, dan denken ze, oh, ik zou ook wel een keertje op een later, dat komt misschien nooit een keer bij. Van, hoe zou het nou weer met een ander zijn? Ja, je ziet vaak mensen die bijvoorbeeld vanaf heel jongs aan een relatie hebben, dat ze dan op een gegeven moment toch een punt hebben, dat ze toch wel interesse hebben naar ander of zo, of hoe dat zo zijn. Maar goed, mensen die ook weer heel veel met mensen hebben gedaan, die kunnen aan de ene kant misschien, en ik weet niet of ik dat goed zeg hoor, maar misschien ook wel snel uitgekeken kunnen zijn op iemand en denken van, nou... Ja, maar ik denk als je echt verliefd bent... Als je echt verliefd bent, dan maakt het allemaal geen rol uit. Nee, dan interesseert het allemaal geen rol. Inderdaad, als je echt verliefd bent, en wat boeit het nou hoeveel diegene nou naar bed is geweest? Je wordt uiteindelijk verliefd op iemand, dan kies je niet uit, dus... Man, die kaas wordt plakken. Ik ga helemaal een stuk meer op pasta. Ja, man, dat is wel lekker, hè? Oh, ja. Waarom kunnen sommige jongens hun ex niet loslaten, of ex-scharrel niet loslaten? Nou, ik denk dat dat hetzelfde is als waarom meiden, of waarom überhaupt iemand het niet kan. Ja, ex-scharrel, maar ja, het ligt er ook aan weer hoe. Ja, want zo is het weer. Ja. Totdat je die video zit te kijken, denk je... Nee, je zit er helemaal onder, ja. Uit eigen ervaring. Het ligt er ook maar net aan hoe je uit elkaar kijkt. Heeft hij gezegd tegen die ex-scharrel van, joh, de mazzel, ik heb een vriendin, ik ben klaar. Dan zal hij dit denk ik wel vergeten. Andersom, denk ik minder snel. Misschien een beetje uit eigen ervaring, maar... Ja, wat zou dan een reden zijn waarom je niet kan loslaten? Is denk ik dat er gewoon dan nog gevoelens zijn. Zeker. Ik denk dat hetzelfde geldt voor mij als voor jongens. Kan niet anders dan gevoel. Ja. Of iets wat vertrouwd is, niet los kunnen laten. Of niet alleen willen zijn. Nee. Dat is super. Of bang ook. Dat jij er vandoor gaat en dan denkt, nou, ik moet toch een beetje safe zijn. Dus dan kan die jongen gewoon niet alleen zijn. Ja, een soort aan het lijntje houden als extra optie. Hoe noem je dat ook? Breadcrumbling. Ja? Dat je alleen maar een beetje Heb je dat wel eens gedaan? Iemand aan het lijntje gehouden? Mm. Dat je dacht van, kut, anders ben ik alleen of zo? Het zijn allemaal mensen, hè? Ik bedoel, je bent ook heel jong geweest. Nee, nou ja, ik zat vast al een keer onbewust gedaan hebben om mijn ego op te krikken. Ja. Dat is wel best wel een keer, ja, dat denk ik wel. En hoe bedoel je dan in je ego opkrikken? Nou, die opkrikken gewoon dat je weet dat je toch bij diegene terug kan komen. Oh ja, ja.
En niet per se slecht of zo, maar... Meer ook gewoon makkelijk, zo van... Ja, denk het wel. Vind het gezellig. Dus. Vind het gezellig, ja. Waarom zou ik het opgeven? Ja. Maar wel eerlijk zijn met je intenties, want anders krijg je alleen maar gezanik. Ja, misschien staat diegene wel hetzelfde erin. Als je gewoon eerlijk bent. Eens die ander denkt van, joh, ik vind het ook gewoon gezellig. Maakt helemaal niet uit, ik hoef ook niks serieus. Of... Nee, dan vind ik het anders, maar... Ja. Ja, je kan ik denk dat communicatie sowieso echt een van de belangrijkste dingen zijn. Zeker weten. Maakt het uit of een vrouw wat meer vet heeft? En ook vinden mannen stretchmarks of cellulite? Nee? Ik 100.000% niet. Nee? Nee. En als je bijvoorbeeld kijkt naar je vrienden of gewoon gesprekken die jullie met elkaar hebben? Nee, zeker niet. Wordt er ook nooit over gepraat. Nee? Nee. Ik denk dat het meer onder mij is. Dat zit echt bij vrouwen echt in hun hoofd geprent, maar ik heb geen idee waarom. Ja, omdat vrouwen dat dus wel, vrouwen kijken daar wel naar. Bij zichzelf en bij anderen. Dat cellulite, dat zijn een beetje die deukens toch? Ja. Ja, dat zie je en van die stretchmarks een beetje, ja. Die stretchmarks, dat is natuurlijk gewoon, ja, als je misschien mooie billen hebt en ze groeien wat sneller, ja. Dan krijg je die stretch. Ja, ik vind dat niet erg, voor wat moet dat erg zijn? Bij mijn ex ging ik altijd die lijntjes tekenen. Lelijk, ja. Nee, ja, ik vond dat nooit, ja, ik weet niet. Ja, het hoort gewoon erbij. Ja. Letterlijk, elke vrouw heeft dat bijna, dus het lijkt ook allemaal door social media, alsof iedereen helemaal geweldig perfect lichaam heeft, maar... Jo, je wordt helemaal gek gemaakt. Mm-hmm. Ik krijg het warm van. Ja, ik doe die deur maar even open. Nou, doorluchten. Wat voor cijfer geef je je pasta? Nou, ik vind hem toch een kleine 8,5 hoor. Ja? Dat die vult een 10. Ja. Oeh, wat een beuker hier. Mag ik ga nog af die garnalen en alles. Ik heb, ik vind deze wel lekker, maar niet heel bijzonder. Zeg maar gewoon pasta met een beetje rode saus en groente en kip. Ik kan dit zelf ook makkelijk maken. Ik zou er niet 17 euro voor betalen of zo. Voor 17 euro is letterlijk zo'n panta. Wat vind jij dan als we nou een beetje omdraaien naar jongens? Ja, ik vind dus een goed lichaam wel belangrijk. Zeg maar, je hoeft voor mij niet... de allergespierste te zijn of een zieke sixpack, echt totaal niet. Maar ik vind het wel toch iets mannelijks hebben. En een buikje of zo zou ik echt totaal niet erg vinden, maar wel gewoon wel een beetje, niet echt zo'n, ja, ik val er persoonlijk niet op, niet echt gewoon zo'n dunne. Nee. Ik vind het gewoon fijn als er wel een beetje iets van een man naast me staat, weet je wel. Dat snap ik. En dat hij gewoon een beetje gezond is, gewoon fit en ik ben zelf ook veel met sport bezig, dat hij ook gewoon een beetje met sport bezig is. Maar je hoeft echt totaal geen sixpack te hebben of gewoon als je wat... Ja, nee. Ja, nou, je moet wel ik vind wel, je moet wel aantrekkelijk zijn, maar je hoeft ook niet de knapste te zijn. Ja, natuurlijk, maar je moet er toch vanaf wakker worden? Ja, precies. Ja, ik bedoel, we kunnen allemaal makkelijk. En, maar wat is knap? Wat ik knap vind, kan bijvoorbeeld jouw zusje of Isabel echt denken, gadverdamme, je fucking lelijk. Ja. Dat is ook persoonlijk. Dus als jij... Ja, maar ik laat wel eens meiden zien aan Isabel en die vindt het dan helemaal niks. Oh ja. Dan denk ik, ja, wat lul je nou, stom joh, ja. Ja, dat is ook een mening. Wat is knap? Ja. Ja, gewoon ook wel een beetje verzorging is dat natuurlijk. Tuurlijk. Dat je gewoon aan jezelf werkt en ja. Heb je net nog gesport? Ja, ik heb hard gelopen in de 4 kilometer. Oh, lekker. Even lekker. Lekker bezig. Ja joh, morgen. Lange haar. Ja, morgen weer lekdaytje. Ik heb vandaag lekday. Oh, ik zie mezelf ook helemaal onder het smerrie. Is het normaal dat jongens twijfels hebben aan een relatie? Ja, ik had dat laatst nog met iemand die ik leuk vond. Ja. En normaal ben ik het gewoon het allerergste wat er is. Mm-hmm. Beetje leuk vindt, ja, je gaat ook altijd, ja... Het maakt me normaal natuurlijk geen moer uit. Nee. Helemaal niet zelfs, maar ja. Kom ik hier iemand tegen, ja, dan is dat even... Ja, dan ga je daar wel... Nou, maar dan kom je dus gevoel bij. Er is heel wat te veel in je hoofd, ja, dat ken. Dezegene bedoelt denk... Is het normaal dat jongens twijfels hebben? Stel je zit in een relatie dat je twijfels hebt. Is dat normaal? Maar zij of... Dus die jongen. Dus stel wij zouden in een relatie zitten. Of jij had een relatie met je ex. Dat jij twijfels hebt. Is dat normaal? Nou, ik zou over zeggen, je relatie. Ik zou zeggen neem afstand van elkaar en je ziet het vanzelf. Maar ik denk dat twijfels ook altijd... Er altijd zijn. Praat erover. Jij begon al communicatie. Praat erover. Ja, precies. Maar voor alles in je leven. Je staat nooit altijd 100% achter alles. Je hebt overal wel eens een keer een twijfel over. Je moet altijd een keer slikken. Ja. Ja, het is niet anders. Maar kijk, als iemand echt... Als jij echt voelt dat je vriend echt gewoon zo erg twijfelt dat jij... in wordt benadeeld of dat je echt denkt van het is natuurlijk toch een bepaalde grens. Want ik denk als je te veel twijfelt, als het is, dan weet je het gewoon. Dan hoef je ook weer niet te veel over na te denken. Ja, maar liefde kan ook groeien. Ja, zeker. Zeker. Denk je dat dat wat langer duurt bij mannen als bij vrouwen? Nee, ik denk dat een man ook heel snel verliefd kan worden. Maar ik moet zeggen, het is bij mij ook gewoon een keer gegroeid. En soms dan dacht ik, ja, ik heb eigenlijk geen zin om af te spreken, maar dan was diegene en dan vond ik het eigenlijk wel... Ja? Oh, wat grappig. Dus het kan zeker groeien. Alleen, ja, dan moet je elkaar een beetje de tijd geven om te leren kennen. En ja, als je daar geen zin of geen tijd voor hebt, ja, dan moet je dat lekker zelf weten. Nou. En dan kan je iemand een keer mislopen, ja goed, dat is eigenlijk... Heel grappig. Zou je ooit toekomst zien met meisjes uit een talking stage of is het echt alleen voor de fun? Eigenlijk bedoelt ze, zou je ooit toekomst zien met meiden waar je alleen gewoon een beetje mee praat en gewoon een beetje gezellig, leuk,
zie je daar dan echt toekomst in of zie je dat alleen maar echt puur voor de leuk? Een goede vraag. Ja, je werd aan het denken gezet. Ja, talking stage. Ja, kijk, stel je voor, je bent een beetje met elkaar aan het praten en je komt elkaar in het echt tegen. Ik denk dat het kwartje dan wel snel valt. Ja, het is gewoon elkaar zien en je kan wel de hele dag appen. Werkt niet. Nee. Nee, uit ervaring weet ik dat dat gewoon niet. In het begin is het gewoon voor de fun, maar je moet dan echt elkaar op date gaan en elkaar in het echt zien dat je echt denkt van... Nou, toe. Ja, of je gaat naar hetzelfde feestje of... Ja, en de vibe in het echt, dat bepaalt... Ja, weet je eigenlijk wel snel of het dat al... Ja, als je elkaar die avond aankijkt, dan weet je vaak al genoeg. Alleen ja, het moet voor de rest ook leuk vallen. Ja, ga je het opkrijgen? Ja, alleen dat ding zit in de klut. Dat je dat opkrijgt, nou ja, wel goed voor de games. Daarom. Ga je uiteindelijk echt voor uiterlijk of innerlijk? Eerste instantie uiterlijk. Maar daarna? Innerlijk. Dus eigenlijk eerst indruk, uiterlijk. Maar uiteindelijk kan iemand zo knap zijn als hij wil, maar moet je wel natuurlijk gewoon... Maar als je vervelend bent, was zo. Nee. Nee, goed, soms wil ik een beetje door iemand heen prikken, maar over het algemeen als... Ja, je leert wel eens iemand kennen en het kan er uiterlijk wijze allemaal top zijn. Heb je wel eens gehad dat je denkt van, ja, dit is echt mijn droomvrouw, fucking knap, helemaal de shit en dan... Ja, tuurlijk heb ik wel eens met meiden gepraat dat ik denk van, jezus man, dit is gewoon helemaal top. Ja? En dan ga je, ja, dan... En dan... Praat je met en dan merk je gewoon dat het level gewoon heel anders is. Ja, dan qua innerlijk gewoon... niet klikt. Nee. Maar ja, goed, misschien moet je soms dan ook een keer iemand anders zien in een andere setting in plaats van met team Baco aan achter. Ja, dat is zeker waar. Wanneer maak je het uit als je eigenlijk al lang weet dat je niet verder wil, maar je de keuze niet durft te maken? Nou, ik heb dat ook gehad. Ik wou net zeggen. Ja, die keuze hebben, ja, heeft destijds diegene gedaan. Kwam het uit? Ja. Nou ja, althans, ja, we voelden het alle twee al, maar er was eigenlijk geen moment. En op een gegeven moment, ja, dan modder je maar een beetje met elkaar aan. Dat was eigenlijk gewoon... Nee, weet eigenlijk diep van binnen. Er is nooit een goed moment eigenlijk. Nee. Maar het is heel eng om dan daadwerkelijk die stap of dat uit te spreken, dan wordt het echt. Dan is het gewoon definitief. Nou, dat moet zo raar. Ja, dat is een heel apart gevoel, ja. Ik moet ook wel zeggen dat het... Wij zijn goed uit elkaar gegaan, dus dat was niet zo erg. Maar dan nog. Ja, dan is het in één keer definitief. Ja. Maar er valt ook wel weer een beetje een last van je schouders af. Ja, denk. Maar heb je het er heel moeilijk mee gehad? Of juist omdat je het eigenlijk al wel een beetje soort voelde aankomen en het dan tijd niet lekker ging, kon je het ook wel weer soort makkelijk verwerken? Bij mij best wel snel goed. Ja, ja, maar ja, dat is ook niet erg of zo hoor. Ik bedoel, ik denk dat je het al eerder een plekje hebt gegeven. Ja, je bereidt je er onbewust denk ik ook wel een soort op voor. Van, er is een kans dat het... Dat het niet goed gaat, ja. Ik ben nog geen last van wat. Gelukkig nog niet, nee. Maar... Ja, je weet nooit hoe het leven loopt. Nee. Ik hoop dat ik het niet hoef mee te maken, maar... Nee. Hoe lang hadden jullie een relatie? Zo wel, 4,5 jaar. Okay. 4,5 jaar. Ik heb nu bijna 4 jaar, maar ik ben nog steeds verliefd. Nee, dat doet goed. Ja. Dat moet je houden. Dat moet je houden, ja. Maar we gaan binnenkort dus samenwonen. Zo, jongen, terror. Dat is heel nou, lekker de hersens inslaan. Nee, ik denk dat wij dat heel goed kunnen. Want hij is nu ook al heel vaak bij mij in Amsterdam. We zijn allebei fucking relaxed. We hebben allebei ons eigen leven, maar ook heel veel dingen samen. We laten elkaar, we gunnen elkaar. Ik denk dat dat echt... Ja. Helemaal. Tuurlijk, het gaat echt niet altijd goed, maar... In het algemeen voel ik niet een soort... Blokkade. Nee, of dat ik iets niet kan, of dat ik... Nee, dat is toch top. Me inhouden. Ja, dat was kijk, heel erg goed. Ik denk dat sowieso de belangrijkste, althans vind ik, op het moment dat je iemand leert kennen... Nou, je kan het beste gewoon op een feestje of een dingetje, dat je iemand al eigenlijk wel een beetje... Ja, het beste is wel jezelf zien, ja. Ja. Op het moment dat je iemand misschien met de Tinder deed, ga je net weer even anders voor. Die gaat je een beetje voordoen hoe degene tegenover zit, wil dat je... Ja, dan ben je eigenlijk jezelf wel helemaal verpest, ja. Ja, goed, dat heb ik ook allemaal meegemaakt. Ja, dat is gewoon kut. Ja, je gaat jezelf toch beter voordoen dan je bent. Ja, je gaat gewoon helemaal je best doen. En op dat ben je ook gewoon oprecht. Ja, maar niet altijd. Niet altijd, nee. Nee, het beste is wel gewoon om jezelf te blijven. Want uiteindelijk... Ja, dat is niet normaal, ouwe. Echt goed. Wat is het moment dat je weet dat je een meisje echt heel leuk vindt? Het kan al na één avond. Ja? Dat je echt denkt van, wow. Nee, ik had degene daar, appte ik een tijd mee. Ja. Anderhalve week. Dat is niet lang. Of misschien 2 weken, weet ik. Nou, anderhalve week of zo. Zoiets, volgens mij. Of weet, ik weet niet. Nou, een beetje bellen, een beetje appen. Wat over van alles, over weet ik het, wat je allemaal doet voor werk. Nou, was gewoon heel gezellig. Nou, er hing maar gewoon... je kende elkaar van een feestje of echt via de telefoon? Via de telefoon. Oké. Okay. Nou, vibe was gewoon leuk. En toen hadden we elkaar gezien op een feestje. En toen ook gewoon even nog verder gepraat. Ja, en toen ook gewoon... ik was ook met wat vrienden van haar. Op de een of andere manier voor mijn idee een wereldse avond gehad. Was fucking gezellig. Ja. Lekker zitten ouwehoeren, schik gehad met die vrienden. Dat is natuurlijk gewoon, ja, dat was een hele mooie avond. Ja. Dus ja, dat is er bij mij toen op dat moment wel een beetje in gaan nesten. Ja, dat je echt denkt van wow, zij is wel leuker als gewoon normaal. Ja, want normaal, ja,
ben ik er helemaal niet mee bezig. Nee. Dan maakt me helemaal geen bout uit. Nee, ja, dat is heel makkelijk. Ja, dat viel gewoon even anders. Ja, dan, dus ja, dat kan. Daar ben ik achtergekomen. Heb je dat niet eerder gehad? Nee. Zo snel? Nee. Grappig, hè? Voelt het eigenlijk, als je echt heel eerlijk naar jezelf bent, voel je het eigenlijk wel, kan je het wel snel voelen. Maar het kan ook echt groeien, hoor. Heb je ooit iets gedaan waar je spijt van hebt in je relatie? Ja, vast wel. ja. Ja, hebben we allemaal wel eens dat je denkt, had niet gehoeven. Nee. Ik had niet zo uit mijn dak hoeven gaan of ik had niet zo'n probleem hoeven te maken. Ja, van denk ik vooral ruzies ook en zo. Ja, als je nu dan terugdenkt aan de ruzies, dan kan je toch echt kapot gaan dat je denkt... We hebben ook Emma's dag geleden. Ja, dat zei je ze wel. Ja. Dat jullie hadden gebeld en dat je echt gewoon... Ja, we lagen helemaal gewoon in de scheur. Ik echt helemaal en je denkt, hoe kan je hier ruzie over maken? Ja. Waar ging het over? Waar ging het over? Het ging letterlijk helemaal nergens over. Maar ja, goed, dan op dat moment... Ja. En moet ik ook vaak zeggen dat we vaak wel een meningsverschilletje hadden. Kijk, ik was altijd gewoon... Kijk, ik ben liever 9:10 bij diegene als dat diegene zegt, kom 9:00 bij mij. Ja? Ik ben liever 9:10 dan 9:00. Ja, ik weet niet, ik doe dat gewoon lekker mak aan. En... Ja. Nou dus goed, om dat soort kleine mannen, dingen konden we al... Ja, nou goed, het is ook niet een hele goede eigenschap. Kon wel een beetje... Nee, maar dat is ook wel echt man, hoor. Denk het ook wel. Dat herken ik ook wel heel erg in Stan. En in eigenlijk elke man die ik bijna wel ken. Maar ja, ik heb zoiets van, ik kan me daar helemaal van zitten opvreten. Maar het heeft toch geen nut. Als je echt om iemand geeft, god, kan je... Hij gaat er helemaal buiten beeld. Ja, als je iemand leuk vindt, dan ben je gewoon 24/7 bij diegene zijn je klaar. Ja, vooral in het begin. Zo. Dan ben je echt op een roze wolk. Nou, dan boeit echt helemaal niks je meer. Nee. Als je maar met diegene bent. Heb je ooit gehuild op een meisje? Nou, zeker wel. Zeker. Ik heb Stan dus nog nooit zien huilen. Hmm. Maar Stan is ook wel echt, volgens mij, een soort next level... In zichzelf. Ja. Die kan niet zo goed emoties, of daar, die is niet, die niet zo emoties. Ik heb dat nou. Nou, ik denk dat dat heel normaal is, hoor. 3 keer had, denk ik. Ik denk dat dat ook heel normaal is. Dat je... Ja, weet je, als iemand gewoon er diep in zit, ja, dan doet dat gewoon... Tuurlijk. Ja, weet je, dat kan, ja, goed. Het is gewoon emotie. Doet gewoon zeer, ja. En vrouwen hebben gewoon net even wat meer emoties, denk ik. Ik denk dat ze dan mij elke week wel een keer heeft zien huilen, maar... Maar je doet ook nog de maandelijkse kost. Ja. Nou, vooral dan is alles fout en verkeerd en kut en slecht en vreselijk. Ja, ik krijg dit niet op. Nee, maar gewoon even een beetje door, Emre. Hier, pak je een paar prikjes van mij. Hoe denk je over feminisme? Is het maar gewoon een onderwerp waar we niet ons aan moeten kan wel. Nou ja, een beetje kan feminisme hier... is natuurlijk wel goed, want ik snap wel dat vrouwenrechten gelijk aan mannen, maar in principe heb ik het idee. Ja. En ik weet niet, kijk, dat is uit mijn perspectief niet uit. Ja, omdat ik een man ben. Ja, dat we in principe allemaal gelijke rechten hebben en dingen. Maar ik snap op bepaalde manieren hoe dan een vrouw wordt benaderd. Er zijn wel echt serieuze voorbeelden ja, dat dat niet zo is. Maar bijvoorbeeld, wat ik dus best wel veel meemaak in Amsterdam, is dat ik echt heel veel word nageroepen. Daar staan wel scheurzeker aan. Dat is gewoon echt, kijk, hier heb je dat minder bij ons in de buurt. Al helemaal niet. Dat is gewoon fucking intimiderend. En dan ben ik echt niet op mijn mond. Of hoe noem je dat? Nee, jij zegt het wel. Zeg maar, mij hebben ze niet. Het boeit me echt geen reet. Het is alsnog intimiderend als daar een groepje met jongens staan. En jij loopt als enig meisje over straat. En het is, hé meisje, jij. Wel jammer dat het andersom nooit gebeurt. Ja, mannen zouden het leuk vinden. Ja, het was schitterend. Maar dan... Een groep vrouwen, ja hoor. Ja, ik zeg ook altijd, hoi. Is er waar je weet hoe laat het is? Ben je de weg kwijt? Tel maar, en dan vallen ze stil. Ik kan daar wel nuchter mee omgaan. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben ook niet heel erg mee bezig. Maar ik ben wel gewoon voor dat gewoon iedereen zich gewoon goed voelt en recht heeft en gelijk. Ja, en hoe sta je tegenover een lange afstandsrelatie? Ik kom weer terug bij, dan moet je wel echt, verliefd zijn. Ja. Maar ja, ze zeggen het altijd, hè. Ja, hoe sta je tegenover maar echt ander land? Dan moet je wel elkaar zo lekker gaan vinden dat er eentje naar het andere land moet vertrekken. Want anders ga je het gewoon, dan kun je blijven aanpappen. Ik zou het denk niet aankunnen. Maar ik denk dat ik het ook wel heel moeilijk zou vinden. Nou, ja. Kijk, zelf, ik weet voor een periode. Dus het is bijvoorbeeld een half jaar of een jaar. Dan heb je perspectief. Dan denk je van, oké, dat komt wel goed. Maar zou iemand zeggen, ik ga echt verhuizen naar Amerika. Nee. Dan moet je of dezelfde droom hebben om daarheen te gaan of... Ja, ik zie mezelf dat gewoon niet doen. Ik vind het zo belangrijk om iemand te zien. En met iemand echt een leven te hebben. Je droomvrouw moet helemaal verliefd. Klinkt alles. Ja, maar joh. En ze zegt, of ze woont aan de andere kant van de wereld. Wat zou je dan doen? Zou je het dan gewoon afkappen? Terwijl je wel echt heel verliefd, hè? Nou, van de zak geld. Dan blijf ik wel. Nee. Ja, weet ik niet, joh. Het is gewoon echt een bak room en kaas. Een bak kaas gewoon. Wat is je grootste angst als het gaat om liefde en relaties? Het gevoel verliefd zijn. Ja? Maar dat is toch juist heel leuk? Ja, tuurlijk. Alleen maar zelfs. Ook heel eng. En zeker als je het als eerste zegt. Zo, ben je knijter kwetsbaar. Ja, dan heeft iemand letterlijk jouw levensoort in handen. Ja, dan ben jij gewoon... Ja. Nee, voor mij voorlopig even niet.
Nee, je bent er wel even goed klaar mee, hè? Ja, zeker. Ook dan minder aan het daten en zo, minder helemaal behoefte aan? Niet. Nee, hè? Dan ben je er even helemaal nee, joh, klaar mee. Nee, dat echt even niet. Nee, joh. Nee, dat snap ik wel. Ik vind het wel best. Ik ga gewoon weer terug lekker op mijn ouders. Komt vanzelf wel. Ja, natuurlijk, joh. Dat is echt zo. Dat komt op het meest onverwachte moment. Natuurlijk, ja, joh. Ik vind het allemaal best. Nee, ik heb daten een paar keer gedaan, maar... En ik zit echt... Nou, ik zit ook diep. Ik ga dit echt niet opeten. Nee, ik hoeft niet. Of niet? Ik heb last van mijn rug gewoon. Goh. Ik kan niet meer ademen. Ik krijg geen lucht meer. Even knoopje los. Lekker man. Ik vond het wel weer echt heel gezellig. Ik ook. Bedankt. Lekker. Bedankt voor mijn als gast te zijn. Ja, tuurlijk joh. Dat is toch best. Ik ga lekker kletsen, lekker eten. Ja, ik kan het de hele avond doen. En vooral eten. Ja. Vooral eten. Lekker man. Vond je het nou leuk? Vergeet dan natuurlijk niet om duimpje omhoog te geven. Op mijn kanaal te abonneren. Je kan ons volgen op Instagram. Instagram. TikTok. Sarah Vervoer. Heb jij TikTok? Nee, hè? Nee, nou, ja, ik zit alleen maar te schuiven. Ja. Nee, ik zit er niet op voor mij. Nee. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! Yes, I'll be on my way now.